Welkom bij een nieuwe video. We hebben weer een tweede quarantaine Q&A, dit keer met Jan Roos. Jan Roos, wil je jezelf even voorstellen? Waar Hallo, kennen we ik ben Jan Roos. Waar kunnen we jou van kennen? Oh zo, ik heb bij BNR Nieuwsradio gewerkt als columnist. Ik heb als radio-televisiemaker gewerkt bij Poont. Ik heb bij Geen Stijl gewerkt als verslaggever en ook als campagneleider van het Oekraïne-referendum. En daarna had ik het idee dat het ook heel goed was om de politiek in te gaan. Dat was uiteindelijk een heel slecht idee, maar ja, goed, je moet het toch proberen. En daarna, ik ben opiniemaker, schrijf stukjes, columns, doe radiowerk, televisiewerk. Heb een content creators donatieplatform, Back Me. Ik ben algemeen gehaat door Politiek Correct Nederland. Ja, want eigenlijk ben je nu de eerste vraag aan het beantwoorden. Heel veel mensen willen weten wat je nu doet. Dus je hebt nu zo'n platform. En wat doe je verder op dit moment? Nou, ik schrijf bijvoorbeeld voor de dagelijkse standaard columns. Salt Mines is een website waar ik elke dag een column voor schrijf. Ik geef natuurlijk mediatraining bij bijvoorbeeld Forum voor Democratie. En wat toespraakjes en dat soort werk. Ik heb samen met Ahmed, mijn compagnon, Back Me. Dat is een donatieplatform voor content creators, dus op internet. Dus als jij iets maakt, radio, televisie, vlogs, blogs, kunst, foto's, maakt geen moer uit wat je maakt. Dan kan je via BackMe, waar je kan inschrijven, kan je donaties ontvangen voor je content. Laten we eerlijk zijn, de meeste content creators of journalisten of mensen die iets sowieso creëren, die verdienen er gewoon geen moer mee. Want als je niet bij de NPO zit of bij John de Mol of zeg maar in het mediahuis werkt, ja, dan verdien je niks. En via onze site kan je gewoon wat geld verdienen. Dat zijn donaties, mensen die waarderen dus wat je maakt. Dat is eigenlijk gewoon een heel vriendelijk systeem. En het is ook niet gepolitiseerd of zo, het is niet rechts of links. Nee. Alles mag, alles kan. Nee, want jij zegt net voor mensen die niet bij de NPO welkom zijn. Zelf ben je volgens mij sinds kort wel weer bij de NPO welkom. Ja, nou dat verbaast mij hooglijk, want ik werk natuurlijk bij de NPO. Ik neem de NPO heel veel kwalijk. Ze zijn niet pluriform. Kijk, er is een mediawet in Nederland en daar dien je aan te houden. En in die mediawet staat heel simpel dat je als publieke omroep pluriform dient te zijn. Dat zijn ze niet. Je Radio 1 zeggen ze, het nieuws van alle kanten. Yeah. Ja. Zeker, van links naar erg links naar extreem links. Maar de hele rechterhoek wordt niet besproken, tenminste. Het wordt wel besproken, maar altijd negatief. Het zijn populisten of ze zijn extremisten. Maar aan het woord komen die mensen niet. NPO vind ik gewoon een lelijk links bolwerk. En dat heb ik altijd uitgedragen. En toen werd ik gebeld door de Nieuwe Maan, notabene. Ja. Dat is echt vlek op vlek. Want NPO, NTR, dat is al helemaal verschrikkelijk. En dan is dit ook nog een soort allochtone show. Maar waarom ik er wel aan meewerk, is omdat het namelijk... Eigenlijk is dat precies wat de NPO moet zijn. Zij zijn meer met zo'n soort allochtone praatprogramma. Waar ze mij toelaten om mijn visie en mening te geven. Nou, dat vind ik dus ontzettend goed. En knap ook van die redactie. Mm-hmm. De ellende is daar natuurlijk alweer binnengestroomd. Dat ze mij als natie, want dat ben ik schijnbaar, inbieden. Maar daardoor wordt het wel interessant. De hele discussie die er plaatsvindt gaat over de multiculturele samenleving. Nou, als je die discussie laat plaatsvinden zonder dat de autochtone Nederlander erbij zit, ja, dan slaat het nergens op. Dus daarom doe ik dat. Ja, nou, goed om te weten. Misschien wel een leuke vraag als we het toch over de media hebben. Wat vind jij van alle reacties vanuit de media nu op de coronacrisis? Dus hoe vind je dat de media daarmee omgaat? Dat vroeg iemand. Nou, wat mij het meest opvalt is dat continu in de mainstream media wordt opgeroepen dat we de rijen moeten sluiten en de neuzen alle kanten op moeten. Mm-hmm. Je ziet dat zelfs de Volkskrant vol staat dat Mark Rutte de leider des vaderlands is geworden die we altijd moeten hebben. Mijn lievelingse moedertje die heeft nu al tegen mij gezegd, ik ga op Rutte stemmen, want kijk eens wat goed hij bezig is. Nou, dat is hij natuurlijk helemaal niet. Alleen kritiek hebben, dat mag nu niet meer. Hè?
je merkt ook heel erg, en dat vind ik heel grappig, juist uit de D66-hoek, dat ze eigenlijk het liefste willen dat de democratie gewoon op een heel laag pitje wordt gezet. Ja. Kritiek van opiniemakers, journalisten, politici. Het mag allemaal niet meer, want we moeten met z'n allen blind achter onze herder Mark Rutte aanlopen. Nou, dan merk je dat in de media op dit moment heel erg gaande is. Dat er continu wordt gezegd van iedereen moet nou eens een keer een tijdje zijn bek houden. Want we moeten gewoon vertrouwen hebben. Daar ga ik iets tegenover zetten. Op het moment dat alles goed gaat, ja, dan zou je als pers te licht kunnen indommelen. En denk ik van, nou ja, goed, weet je wel. Want waar de media voor is, is om één vraag te stellen. Is dat wel zo? Dat is eigenlijk de enige vraag die je dient te stellen als journalistiek medium. Is dat wel zo? Mm-hmm. Als er iets wordt gezegd als een probleem wordt geschapen, dan zeg je, is dat wel zo? Maar als dan een oplossing uit de overheid wordt aangeboden, dan stel je weer de vraag, is dat wel zo? Is dat wel zo? Is dat waar? Nou, als alles goed gaat, dan begrijp ik dat je op een gegeven moment denkt van, joh, kan mij het allemaal bommen? Met of het wel zo is, het zal wel, ik ga me vandaag niet echt mijn best doen. Maar juist in crisistijd, juist als het erom gaat, is de journalistiek, de onafhankelijkheid, de vraag is het wel zo, is zo van toepassing. En precies op dat moment wordt er dus opgeroepen om dat niet meer te doen. Nee. Ik vind dat heel gevaarlijk. Als je ziet dat Albanië er doorheen gefrommeld is, hè, waar we tegen, het is een schurkenstaatje, wat alleen maar ellende gaat opleveren en geld gaat kosten. En dat is even geregeld. We zijn daar opeens niet meer tegen. Nee, maar daar hebben we het ook helemaal niet meer over. Dat mevrouw minister van Bijleveld van Defensie gewoon toegeeft dat ze gewoon de Kamer verkeerd heeft ingelicht. Ja, dat kost haar kop op dit moment niet. Nee. Want daar hebben wij het even niet over. Weet je, dus in de politiek bestaat zoiets als never waste a good crisis. En gelijk hebben ze, dat is ook hun werk. Mm-hmm. Alleen juist aan de media om oog op de bal te houden, om onder controle te houden. Wat gebeurt er nou naast alle corona-onzin? En laten we eerlijk zijn, het RIVM faalt al week op week op week op week op week op week. En onze herder des vaderlands, door God gezonden leider Mark Rutte, vaart volledig en blind op het RIVM. Dus het Nederlandse beleid is gebaseerd op een falende organisatie die totaal afhankelijk is van de overheid. Liever gezegd, ook is er in de Kamer een stikstofakkoord doorheen gejaagd waar wij even niks van weten. En wie was nou leidend in dat hele stikstofdossier? Het RIVM. En het RIVM heeft ook op dat dossier aantoonbare nonsens verteld, wat wel weer als overheidsbeleid is aangenomen. Dus er is wel een bepaalde lijn te ontdekken in het RIVM en de overheid. Nou, daar moet je dus als journalistiek, als journalisten naar kijken van wat gebeurt hier? Klopt dit? Nou, en dat gebeurt op dit moment niet. Liever gezegd, juist vanuit de mainstream media wordt er een oproep gedaan om minder kritisch te zijn dan normaal. Ja. Terwijl dit het moment is om extra kritisch te zijn. Andere vraag, hoe ga je om met alle haat? Nou, ik ga er eigenlijk niet echt mee om. Het is meer als een soort water van een eendenveer loopt het van me af. Echte kritiek, daar doe ik wat mee. Het is niet zo dat ik mij afsluit van kritiek en als een soort gorilla op een berg alleen maar aan het loopt te schreeuwen. En als iemand iets zegt, denk ik, nou, het zal me wel. Nee. Maar haat komt vaak in de vorm van dat ze zeggen van, ja, je bent extreem rechts. Nou ja. Als je de definitie erop naslaat, ben ik eerder progressief links dan extreem rechts. Weet je, ik ben helemaal nergens extremistisch in. En ik geloof ook niet in een allesbepalende overheid bijvoorbeeld, wat extreem rechts wel zou willen. Ik zie niemand eigenlijk als minderwaardig wat extreem rechts wel doet. Dus het slaat allemaal nergens op. Maar ik ben ook homofoob genoemd, terwijl ik friendly als de pest ben. Maar dat zijn al die stickers, hè. Ik ben vrouwenvriendelijk. Transfobisch was ik op een gegeven moment. Dat zijn natuurlijk al die stickers die bedacht zijn nadat de term nazi en extreem rechts niet echt meer beklijven. Dus dat soort onzin haat, dat draagt mij niet, dat deert mij niet. Hoe zie jij jezelf als progressief links, Jan? Nou,
Als je zeg maar de wat ik zeg, de definitie erop naslaat, ben ik eerder progressief links dan extreem rechts. Kijk, er zijn natuurlijk heel wat termen zijn door elkaar gehaald. Zo worden bijvoorbeeld partijen die met hun hoofd en hun beleid in de jaren 60, 70 zijn blijven hangen, progressief genoemd. Ja. Nou, daar hebben we nou een term voor en dat heet conservatief. Namelijk een beetje blijven hangen in iets van het verleden. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld Geert Wilders met zijn denkbeeld ten aanzien van de islam, dat is eerder progressief dan dat je zegt, we moeten het doen zoals in de jaren 60. Ja. Maar goed, en ik ben links op een aantal dossiers. Ik ben bijvoorbeeld links op milieu. Ja. Ik ben links op de verzorgingsstaat. Ik vind dat we voor ouderen, zwakkeren, dus geestelijk en lichamelijk gehandicapten, moeten wij gewoon voor zorg dragen. En dat kunnen we ook met elkaar. Maar links op milieu. Je bent links op milieu en niet links op klimaat, hè? Nee, dat is een groot verschil. Ja, precies. Maar dat gaan heel veel mensen door elkaar halen. Dus ik denk, ik breng de nuance even aan. Ja, maar goed, dat is een heel groot probleem, die vervuiling van het debat. Ja, als het over het weer gaat, hebben ze het over klimaat. En als het over klimaat gaat, hebben ze het ook opeens over het weer. Ja. Hetzelfde is met milieu en klimaat. Kijk, ik ben heel erg... gisteren heb ik bijvoorbeeld, of was het eergisteren, de dagen beginnen zo langzamerhand door mijn hoofd. Ga ik een halen vis hier aan de kust. Hè? Dus dan loop ik gewoon met een net achter mijn rug te slepen. En mijn dochter was mee met een duwnet. Ja, dan vangen wij de garnalen. En al het plastic vuil wat ik in mijn netten vang, verzamel ik en gooi ik weg. Ja. Ik ben hysterisch op het scheiden van afval. Zou ik dat doen? Ja, nee, alles. Waarom zou ik dat niet doen? Dat helpt gewoon. Je kan beter recyclen dan dat je opnieuw moet produceren. Als ik door het bos loop en ik zie vuilnis, dan ruim ik dat op. Dus op milieugebied ben ik heel erg, zeg maar, linksig. Ja. Op klimaatgebied ben ik heel erg rechtsig. Namelijk, ja. Het is vrijwel gepolitiseerde flauwekul. Wat we horen. Maar goed, waar moest ik ook weer antwoord op geven? Hoe je omging met alle haat. Maar we hebben geen uitstap gemaakt. Ja, als mensen mij een klootzak vinden, vind ik dat helemaal niet erg. Misschien hebben ze ook wel gelijk ook. Maar joh, het kan mij helemaal niet bommen. Mensen die dan... Ja, jij deugt niet. Dan denk ik, nou ja, als jij dat vindt, prima. Het is een waardeoordeel van een persoon. En joh, kan mij het allemaal rotten, die mensen. Dat maakt me echt helemaal geen poer uit. En ik lig er ook niet wakker van. Alleen als iemand waar ik enige waarde aan hecht, aan zijn intelligentie, commentaar op mij heeft, dan luister ik er wel naar. En ja. Daar doe ik ook wel wat mee. Als het ergens op gebaseerd is. Ja, ja. Dat is misschien een leuk uitstapje, want wij hebben het daar ooit over gehad. Zie jij nog mogelijkheden om de EU te hervormen? En ik geloof dat jij er eerst iets anders in stond dan dat je er inmiddels in staat. Of vergis ik me daarin? Ja, ik ben gaandeweg daarin gewijzigd. Europese samenwerking is van levensbelang voor Europa. Ja. De EEG was daarom ook een fantastisch instrument. In eerste instantie is het natuurlijk allemaal begonnen met de kolen- en staalunie. Dat was eigenlijk meer een soort van bedoeld om een wankel evenwicht in de grootmachten Frankrijk en Duitsland een beetje te stabiliseren. Dat ze godverdomme niet weer met elkaar gingen knokken. Nee. Maar uiteindelijk is die samenwerking is natuurlijk ook een basis van stabiliteit gebleken. En dat moet je ook zeker volhouden. De Europese Unie daarentegen is juist... die stabiliteit, hè, die je dus zeg maar, met economische waarden kan waarborgen, daar zijn ze voorbij gegaan en het is een politiek instrument geworden. Dus ze zijn met dingen gaan bemoeien, zoals met ons leven, waar ze zich nooit mee hadden mogen bemoeien. Kijk, ondanks dat voor de D66'ers onder ons, die denken dat ze wereldburger zijn, ik denk dan rot een keer op naar China of naar Noord-Korea, maar daar willen ze dan niet komen, want alleen op Ibiza, New York is het leuk. Maar kijk, Europa bestaat uit heel veel verschillende landen, met heel veel verschillende culturen, heel verschillende tradities, verschillende talen, verschillende soorten mensen. Kijk, ik zal even vertellen, ik heb verkeering met iemand uit Brabant. Nou, dat is een totaal ander figuur qua cultuur dan ik als Noord-Hollander, West-Fries ben ik. Wij zijn zo kort voor de koppers de pest. Ja, ja, nee is nee. Er is niks daartussen. Maar het is gewoon, ja, nee, dat is het. En in Brabant zijn ze natuurlijk, omdat het natuurlijk het katholicisme daar altijd groot is geweest, zijn ze meer van het
ja, ach, gezellig en we kijken wel en we hoeven elkaar niet zo hard aan te pakken. Ja, dus alleen al in Nederland zijn er keiharde verschillen. Nou, wat de Europese Unie dus het probleem van maakt, dat zij ons in een soort eenheidsworst willen persen als volk, Europees volk, wat niet te persen valt. En omdat wij niet helemaal lekker meedoen, beginnen ze steeds harder te worden en strenger te worden en straffen uit te delen. En als je niet meedoet, dan gaan ze je aanpakken. En daarmee hebben ze mijn vertrouwen in die Europese samenwerking vanuit de Europese Unie verkwanseld. Ja. Dus waar ik eerst was voor hervorming, dus eigenlijk een terugdraaiing van machten. Mm-hmm. Helemaal niet dat je als soeverein land moet opgaan in zo'n ondemocratisch moloch in Brussel. Maar zeg maar, die terugdraaiing zie ik niet meer gebeuren. Omdat elke keer als het misgaat met de EU, ze EU willen. Terwijl het minder EU beter zou zijn. Dat zie je nu ook, hè? Ja. Sophie in het veld, die vrouw is natuurlijk, die is niet helemaal lekker. Maar ja, die zegt dus letterlijk in een krant, ja, jullie wilden Europa toch niet? Nou, dan moet je altijd zo'n type dan vertellen dat Europa het continent is. Die kutorganisatie waar ze onderdeel van zijn. Maar goed, jullie wilden Europa niet. Nou, dan niet. Dan krijg je dit dus, dan doen we niks. Nou, dat geeft heel erg de perverse rancune aan van die mensen die daar zitten. Die dus zeggen van, sterf dan maar. Sterf dan maar. Zoek het dan maar uit. Nou, als dat die solidariteit is in die Europese samenhorigheid en samenwerking. Nou, steek die dan maar lekker in je Brusselse poepertje. Dan nexit. Dan stap er dan maar uit. En dit is crisis 4 of 5 in de afgelopen 2 decennia. Waar de EU faalt. We hebben de kredietcrisis gehad. We hebben de bankencrisis gehad. We hebben de eurocrisis gehad. We hebben de vluchtelingencrisis gehad. We hebben nu de coronacrisis. Ja. De Russen rijden in Italië om hulp te verlenen. Chinezen. Ja. Banen. Waar is dan die EU? Nou, nergens. Apathisch. Oh, wat hebben ze nu bedacht? We hebben nog geen kloten gedaan. Maar weet je wat we wel heel goed kunnen? Geld uitgeven van mensen. Dus die hebben nu opeens hoepelepoep zitten op de stoep 35 miljard bij elkaar verzameld. Die gaan ze nu naar het zuiden en het oosten gooien. En dan heeft de EU zijn werk weer gedaan. En dat is precies de ziekte van de EU. Nederland is een van de hardst getroffen landen in deze coronacrisis door het beleid van RIVM en Rutte. Maar goed, daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Dus Nederland betaalt van die 35 miljard 2 miljard. En wat krijgen we terug? 25 miljoen. Dat zegt precies, dat legt het faillissement uit van het denken van de EU. Want ze zouden moeten denken, welke landen worden het hardst getroffen? Nee, dat denken ze niet. Ze denken, Noordwest pompt het meeste geld in. En dat geven we uit aan het zuiden. Klusje geklaard. Nee, koekenbakkers. Wij hebben in Nederland een heel groot probleem. Dus wij als netto grootste betaler van al die tijd zouden nu de grootste ontvanger dienen te zijn. Samen met andere zwaar getroffen landen. En dat is nog steeds niet zo. Dus die solidariteit waar dat hele, die hele zandkamer op gebaseerd is, die is er helemaal niet. En die willen ze wat verdomme. Die Italianen die zeggen van, ja, die Nederlanders zijn helemaal niet solidair. Weet je hoeveel honderden miljarden euro Nederland heeft gepompt in het project? En wat allemaal doorgecijpeld is naar landen zoals Italië en Spanje en Griekenland en Portugal. Waar we geen cent voor hebben gekregen. En nu opeens zijn we niet solidair omdat we die eurobonds niet willen. Wat overigens tegenwoordig coronabonds heten. Ja. Of wil je het hebben? Hoe smerig wil je het hebben? Wij zijn dan mede verantwoordelijk voor hun schulden, omdat zij er een zootje van hebben gemaakt. Terwijl we al die schulden al sowieso financieel moeten oplossen. Maar daar zijn we straks ook mede verantwoordelijk voor. En dat noem je dan coronabonds. Waarom? Omdat mensen zoals mijn moeder, die nu opeens Mark Rutte als een groot leider zien, denken van, wat erg coronabonds. Ja, en die Italianen hebben het al zo slecht. Nou, laten we het dan maar doen. Ja, alleen de grote grap is, als straks de coronacrisis voorbij is, zijn we nog steeds mede verantwoordelijk voor die staatsschuld die de Italianen iedere keer opbouwen, omdat ze geen gestructureerd en stabiel land zijn. En dat moeten we dus niet willen. Enfin, samenvatting, vroeger was ik voor de EU. Edoch, hervormd, tegenwoordig, stap hem maar uit, klaar. Het kan niet meer, klap hem maar, stap. Oké. Dus, daar is Jan van gedachten veranderd. Jan, heb je nog politieke ambities? Ik heb nu de tijd, hè, dus ik doe wat langer. Ja.
Nou, over tijd dus gesproken, heb jij nog politieke ambities? Zeker heb ik die, maar niet meer als politicus. Als wat? Ik denk dat ik wel niet de eerste keer is dat ik dat ga vertellen, maar ja, goed, ik ken je een beetje, dus het voelt een beetje alsof we met z'n tweeën zitten te praten, Kimmy. Oh. En laten we eerlijk zijn, wij kennen wel vaker, hè? Maar goed, het heeft heel lang geduurd voordat ik over die kater heen was van het verlies van die verkiezingen van 2017. Ik heb natuurlijk groot gehouden en naar buiten toe gezegd van, ja, all in the game. Maar dat heeft me eigenlijk wel, denk ik wel, 2,5 jaar gekost. Ik heb me daar natuurlijk eigenlijk heel veel voor opgegeven. Om op een gegeven moment te zeggen, ja jongens, er moet verdomme wat veranderen in die politiek. Als ik had geweten dat Thierry ook dat was gaan doen, maar die kwam 2 maanden na mij. Mm-hmm. Dan had ik het niet gedaan, had ik het samen met hem gedaan. Ik vind hem ook, hij is een betere politiek leider dan ik was. Of zou zijn. Alleen, niemand deed wat. Ik heb gezeten met Annabel Nanninga, ik heb gezeten met Thierry Baudet, ik heb met meerdere mensen gezeten. Van laten we nu die met geen stijl, geen pijl toen de tijd, waar ik natuurlijk ook campagneleider was bij dat Oekraïne even met al die jongens. Laten we het momentum is nu, laten we nu instappen en zorgen dat we iets gaan veranderen. Al die mensen zeiden, nee, dat ga ik niet doen. Uiteindelijk hebben bijna al die mensen zelf politieke partijen zijn ze begonnen en zijn we elkaar gaan beconcurreren. Wat natuurlijk voor de groengemeenschap heerlijk was, om al die rechtse jongens en meisjes elkaar te tonen. Dat is echt heel zielig. Ja. Dat is ook het probleem van rechts, overigens. Wij zijn natuurlijk niet van het collectivistische. Hè. We zijn allemaal lekker het individuutje en fairplaswedstrijdje, wie heeft de grootste. Terwijl die linkse, dat linkse getijsem, die haat elkaar ook. Alleen hun einddoel ziet er anders uit. Ons einddoel is meestal onszelf en hun einddoel is gewoon een linkse dictatuur waar ze in samenwerken. Is het einddoel van conservatief niet juist dat je meer saamhorigheid en minder individu in de samenleving hebt? Ja, maar wij zijn dus niet conservatief. Dat is dus het hele verhaal. Wij zijn juist heel erg progressief, omdat wij de problemen van nu omarmen en daar een mening over hebben. Het echte ouderwetse conservatisme, wat je bij de SGP et cetera ziet. En ook zeg maar, de wat oude rechtse gedeelte van de CDA, dat is natuurlijk veel meer met elkaar dan wij jonge rechtse honden. Zo jong zijn we trouwens ook niet meer. Dus je hebt het Forum voor Democratie niet als een conservatieve partij? Daar zitten conservatieve denkbeelden in als dat wij, ik zeg dan wij in deze, maar dat wij voorstander zijn van het gezin als hoofdstuk van de samenleving. Het omarmen van onze tradities en onze geschiedenis, onze cultuur. Ja. Dat is heel conservatief. Het is conservatief om te zeggen van dat Nederland waar ik zoveel van hou, waar ik zoveel van hield, dat zou ik graag terug willen hebben, waar we niet iedere keer naar elke gendertwijfelaar moeten luisteren met zijn geneuzel over wat er allemaal niet deugt hier. Daarin is het conservatief, maar wat het progressief maakt is dat de problemen van nu worden omarmd om daar iets beters van te maken en dat is een progressieve wending. Maar goed, even naar mijn politieke ambitie. Ja. Je ging hier een aankondiging doen die je nog nergens gedaan had. Nou, de aankondiging was meer dat ik best wel in een put heb gezeten. Een periode lang, omdat ik eigenlijk mijn hele carrière om zeep heb geholpen door die stap te maken, maar ook omdat ik dat eigenlijk in landsbelang vond dat dat moest gebeuren. En op het moment dat je dat dus doet, en dat gaat dus niet goed, omdat Thierry kwam ook en die zetels werden verdeeld, die gingen daar naar hem toe, prima. En daarna ben ik afgeschreven als mens. Ik heb dat zelfs ik ben gewoon met de helft van mijn familie gebrouilleerd. Omdat ik de politiek in wilde gaan en ik in hun ogen extreem rechts zou zijn. Wat ze nog tot de dag van vandaag niet kunnen uitleggen, maar dat klinkt lekker natuurlijk. Dat heeft zoveel gekost, die stap toen. Dus dat als je mij vraagt hoe zit het met je politieke ambitie, nou qua dat, hoe heb ik daar geen ambitie meer in? Ik heb geen ambitie meer om een partij te leiden of wat dan ook. En dat hoeft ook niet.
Want er zijn mensen die dat beter kunnen. Maar mijn ambitie ten aanzien van het land, verbeteringen, die blijven bestaan. Die gaan via politiek. Ja, dus je zegt, ik zou niet meer echt de politiek in willen op de voorgrond, maar eigenlijk meer op een andere manier om toch iets te kunnen betekenen. Zeker. Ik denk dat ik meer zou kunnen betekenen in de, laten we zeggen, meer in de spindokterplek of meer in de mediahoek. Ook wat ik nu doe, bijvoorbeeld mediatraining bij vormgeven. Om aan te wijzen wat waar je moet opletten, waar je moet oppassen. Omdat ik die trucjes natuurlijk zo langzamerhand wel ken. Ik heb er natuurlijk heel lang rondgelopen. Ja. Maar om nou in een pak met een dossier onder mijn arm in de Tweede Kamer te lopen, nee. Okay. En dat kan ik ook niet, hè? Nee. Want als ik mij 4 jaar moet concentreren op grindpaden en kokkelvissen, dan ja. dat is niet voor mij weggelegd. Nou, dan denk ik dat je gelijk nog even de laatste vraag hebt meegepakt of jij zelfreflectie hebt. Nou, ik hoor dus van wel. Ja, nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Mijn vriendin zegt altijd dat ik de slechtste PR heb van het land. Omdat in mijn uitingen lijkt het zo alsof ik de alwetende ben die zichzelf fantastisch vindt en de rest allemaal kut. Nou, ja. dat is helemaal niet zo. Ik maak ook fouten, ik geef ook fouten toe en ik heb zeker zelfreflectie. Ik weet wat ik wel kan, ik weet ook donders goed wat ik niet kan. Ik zou mezelf bijvoorbeeld nooit als slim bestempelen, omdat ik namelijk heel goed weet wat ik allemaal niet weet of niet zou kunnen. Ik heb zelfreflectie, ik zie mijn fouten en probeer nog steeds te beteren als mens. Maar goed, kijk, een groot deel van waarom ik bijvoorbeeld in mediacarantaine zit, nog voor dit virus, is omdat men in medialand vindt dat ik te grote bek heb. Maar ze noemen mij ook een soort loose cannon, noemen ze daar. En dat heb ik aan mezelf te danken. Dat men mij niet vraagt, is begrijpelijk. Ik denk dat ik overigens een van de betere interviewers van dit land ben. Maar dat men mij niet vraagt, begrijp ik wel. Want ja, ik stel niet de vragen die een redactie op een papiertje heeft gezet. Ik ben geen autocue-voorlezer die gewoon de politieke onzin van een eindredactie herhaalt. Of die luistert naar van, ja, wij vinden Trump kut. Dus we gaan nu een talkshow doen waar je alleen maar zegt dat Trump kut is. En anders mag het niet. Nee. Maar goed, die kritische houding, die wordt niet gewaardeerd. En dus dat ik niet gevraagd word om in de media, of zeg maar in het mediakartel te functioneren, begrijp ik wel. Dat heb ik aan mezelf te danken. De hele tijd over janken, dat moet ook een keer ophouden. Nou, wie weet is de nieuwe maan een mooie nieuwe start voor een wat kritischer geluid? Nou, dat lijkt me ook niet. Een beetje, nee, ik had een interview van een paar pagina's in de Panorama. En op de voorpagina stond dus Jan Roos, / op tv kom ik nooit meer aan de slag. En ik liep in de supermarkt. Toen dacht ik, god, wat is dat een interessante manier. Dat bleek ik zelf te zijn. Nee, maar toen zag ik dat kopje, toen dacht ik, oh mijn god. Ja. Moet je dat nou weer zeggen? Zo langzamerhand weten we het wel. Het is een beetje Cap Nero van, ja, ik mag niet op televisie. Ja, dat weten we natuurlijk wel. Ja. Dus dan denk ik, nou, Jezus, had je niks anders kunnen zeggen dan weer te herhalen dat je niet politiek connected bent om tv te komen. Dus zelfreflectie, die pas ik niet alleen maar toe ten aanzien van commentaar van anderen. Maar ik kijk ook naar mezelf af en toe in de spiegel. Ja. Jongen, zeg, doe even een ander plaatje op. Je mag nou wel weer eventjes een nieuw verhaaltje hebben. Maar goed, wat wel overeind blijft, is dat ik... en nu ga ik wel weer eventjes mezelf ophemelen. Ik ben met 2 dingen geboren waar in Nederland een bijzonder gebrek aan is. En door dat gebrek vindt men dat ook eng. En dat is humor en een ruggengraat. Ja, dat is
Overigens, de reden waarom ik met dit uiterlijk heel veel vrouwen heb kunnen te bemachtigen, was juist door humor en ruggengraat, niet door mijn leuke uiterlijk. Dat is vrij uniek voor Nederlandse mannen om te hebben. Nu, ik kan het zelfs vertellen, om nog maar even één veer in mijn poepert erbij te steken. Ik kan ook dansen. Ook nog. Humor, ruggengraat. Kan je dat ook even laten zien? Of, Nee. Oké, okay, dan gaan we de video eindigen. Straks blijven we met z'n tweeën aan het kammen zijn. Oké, Jan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar een nieuwe video van Up. Als je het leuk vond, doe even je duimpje omhoog. Abonneer je hieronder. En de volgende gast is Eva Vlaardingerbroek. Dus als je een vraag voor Eva hebt, dan kan je die ook even in de comments reageren. En dan gaan we die misschien wel aan Eva stellen. Thanks.